Met dat zonnetje erbij lijkt het er bijna voorjaar. Dus wij zitten met onze kop al volledig in de tenten. Daarom zijn we hier bij Delta Park Neeltje Jans om in de orkaanmachine 7 koepeltentjes op hun windbestendigheid te testen. En die windtunnel die ziet er dus zo uit. Het is een grote tube. Daarachterin staat 1 grote ventilator. We hebben er een vloertje in gelegd zodat we de tenten erop kunnen spijken. Kom mee naar binnen en dan zal ik laten zien hoe dat allemaal werkt. Het leuke van een windtunnel tententest is dat we er ontzettend veel spullen voor nodig hebben. We hebben een aantal GoPro's hangen van die kleine cameraatjes die ook het afgelopen jaar een oppad ouder award hebben gekregen. Daar hangt er eentje, daar hangt er eentje. Dan hebben we nog een gewone Canon om van voren wat meer te filmen. Dat is de ventilator. En die kunnen we vanaf een afstandje kunnen we die bedienen. En die gaat in een aantal stappen gaat die naar windkracht 12 toe. Officieel 133 km/u is eigenlijk al bijna windkracht 13. Coleman Tauri Connect X2, dat is de eerste tent die we gaan testen. Je ziet die zakken potgrond hier liggen. Die liggen er niet voor niks. Een tent die wordt in de wind natuurlijk altijd belast getest. Dus we gaan in die tent een aantal zakken potgrond leggen. Die gelijk zijn aan 2 personen die gewoon in die tent liggen. Dat we ook zeker weten dat de wind er niet onder komt. En dat hij daarom niet in één keer dit zegt. Hupsa. Iets meer dan 30 kilo per stuk. Nou, dan gooien we er dan 4 in. Voor de zogenaamde lichtgewicht buitensporters. En 7 tentjes testen betekent dus ook 7 tentjes vastspijkeren. En zo testen we dus alle 7 tentjes tot windkracht 12. Maar de windtunneltest is natuurlijk niet het enige wat we doen. De rest van de test lees je straks terug in oppad 3. Op een paar details na hebben de tenten zich eigenlijk heel goed gehouden. Er zijn geen stokken kapot gegaan, geen naden gescheurd, geen bevestigingsogen afgebroken. Het zit hem echt in een paar kleine details die ons opvielen. Ja, dat lees je natuurlijk straks in oppad 3, die uitkomt op 5 april. En dan gaan wij nadenken over een nieuwe testlocatie. Want ja, als de orkaanmachine van Neeltje Jans de tenten niet kapot krijgt, nou, dan moeten we toch iets anders verzinnen. Op de punt van een raket misschien?